Ja, en het is eigenlijk, is dit allemaal de schuld van Verliefd op Ibiza? Dat is wel waar. Ja, Kim Veenstra die lesbisch als scheldwoord gebruikt. Ja. Maar toen was het voor ons wel eigenlijk de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Met het uitwerken van je teksten in een writer's room had er misschien iemand dit kunnen zeggen of suggereren. Ja, gebruik misschien niet lesbisch als scheldwoord. That's it. Verder waanzinnige rol, Oscar waardig. Ja, de Lesbische Liga is een podcast die we in 2020 zijn begonnen samen om het te hebben over meer positieve representatie van lesbische, bi en queer vrouwen en mensen in de media. Omdat heel vaak, we gaan eigenlijk dood, zijn het ziek. Het is niet vaak een happy end, althans niet in de bioscopen tot nu toe. En als je dat de hele tijd ziet, terwijl je misschien in de kast zit of opgroeit, of als queer vrouw daar steeds mee geconfronteerd wordt, dan ben je ook wel een beetje op zoek naar de fun of de leuke dingen. En daardoor zijn we eigenlijk die podcast gestart. Uiteindelijk gaat het nu dus echt over allemaal jonge nieuwe artiesten, queer artiesten die er zijn, over series, over Kim Veenstra en Verliefd op Ibiza. Ja, dat hebben wij ook niet zo bedacht, maar dat zo is het gegroeid. Ja, want soms moet je ook even aanstippen waar het misschien misgaat of wat wij heel jammer vinden. Ja. We proberen het stereotype soms een beetje om te buigen, om te laten zien dat we niet alleen maar met kat of ex op de bank zitten, maar dat we soms ook erop uitgaan en dat het best wel leuk is om lesbisch te zijn. Dat heeft mij naast echt een soort veel diepere, mooiere vriendschap met Vera ook echt zo'n verrijking van mijn blikveld gebracht. Dat ik ook, als ik nu afleveringen van 4 jaar geleden terugluister met hoe ik toen sprak over, dat ik nog best wel worstelde met het woord lesbi zeggen of lesbisch of lesbienne. Omdat ik nog een soort schaamte voelde daarover. Dat ik denk, na die 4 jaar met al die geweldige mensen die we al hebben gesproken en hopelijk nog gaan spreken, heb ik me wel echt onderdeel van een geweldige soort familie gevoeld. En ik denk dat wat wij proberen te doen samen met de luisteraars is dus best wel luid er zijn. Voor mij is het eigenlijk een bevestiging van die gevoelens of die emoties die mogen er ook zijn. En ik heb echt heel lang, wat jij net zei, ook best wel last gehad van dat ik me heel erg aan wilde passen en niet de lesbi in the room wilde zijn. Of heel erg meelachte juist met de vrouwenvriendelijke grappen. En ik denk dat juist ook door de reacties die we van iedereen krijgen en op wat we doen, dat ik ook iets meer zelf... Het gaat langzaam, maar dat je toch iets meer acceptatie eigenlijk daarbij voelt. Maar goed, leven de lesbien. Viva la Liga. Tot voor kort, wat ik heel erg miste eigenlijk jaren geleden, was misschien ook een plek in het uitgaansleven of een plek waar je gewoon plezier kon hebben. Ja, wij moedigen ook gewoon heel erg aan om zoveel mogelijk ruimte in te nemen. Hopen we dat je gewoon het leuk kan vinden om je seksualiteit te vieren en mensen knap te vinden en dat te mogen benoemen zonder ergens bang te zijn dat je als een viezerik wordt weggezet of zoiets. Dat heb ik zelf heel erg gemist en dat is heel erg geïnternaliseerd en dat heeft jaren geduurd om daar vanaf te komen. Dus dat vind ik zo te gek om te zien dat ook met de veel jonge luisteraars die we hebben, dat die al zo open daarin meegaan. Dat is gewoon het allermooiste wat ooit van de Liga had kunnen komen, vind ik.